Ik heb hem niet zien gaan, die boot trouwens, hoor. Want het was een beetje, het was nacht, hè? Ik vind de versie naar van de WC's ook leuker. Ja, dat is ook zo. Maar ja, dat, daar hebben we altijd wat andere mensen voor, ja, hè, die dat draaien. Ja, dat, meestal dat als onze Leon dan het hele eenmaal bij elkaar zoekt, de plaatjes, dan zit daar vaak wel iets van de WC Experience bij. En terecht. Ja, item 1. Ja. Terugblik, NAC Sparta en de andere knelbokaal. NAC Sparta, ja. Ja. Ik ben geweest bij de wedstrijd. Vertel eens. Nou ja, wat zal ik er eens van zeggen? Nou, ik moet eerlijk zeggen, de andere knelbokaal heb ik gemist. Ik was vrijdags namelijk één dagje naar de Zwarte Cross. Leg even nog uit wat de andere knelbokaal inhoudt voor de mensen thuis. Ja, nou, dat is eigenlijk naar aanleiding van een hele trieste gebeurtenis. Dat is een ramp in 1989. Een SLM-toestel, Surinaamse luchtvaartmaatschappij, stort neer bij Zanderij in de jungle. In Suriname. In Suriname. En bijna iedereen op een enkeling na komt om het leven, waaronder Andro Knel. En Andro Knel was net naar NAC overgekomen van Sparta in de winterstop. En die was bij beide verenigingen gewoon nog zeer populair. Dus toen er een bloemenzee gelegd werd aan de Beatrixstraat, deed Sparta ook zijn duit in het zakje. En daar is eigenlijk de traditie voor het spelen van de Andro Knel-bokaal uitgegroeid. En waarom is die Andro Knel-bokaal zo belangrijk? Nou, ik vind het heel belangrijk dat je gewoon daarmee ook kan laten zien dat je als concurrerende vereniging gewoon doodnormaal met elkaar om kan gaan. Ja. En dat die combi lang niet altijd nodig is. En we drinken gezamenlijk altijd een biertje. Het is altijd supergezellig eigenlijk. Dus hoe uit een hele trieste gebeurtenis toch iets moois kan groeien. Ja. Hoe je kunt laten zien hoe je dat je ook gewoon normaal kunt doen. Ja. En dat je gewoon voor de aanvang van de wedstrijden, of het nou in Breda of in Rotterdam is, gewoon lekker inderdaad een biertje met elkaar gereed kan drinken. Het lijkt wel alsof zulke soort dingen altijd noodzakelijk zijn om zoiets te regelen. Ja, helaas wel, ja. We hebben natuurlijk later met het overlijden van Ferry van Vliet en de Graafschap en de ontvangst die daar toen geweest is na afloop van de wedstrijd ongeveer een beetje hetzelfde meegemaakt. Ja. Klopt, ja. En dat heeft er natuurlijk ook toe geleid dat de Graafschap ook regelmatig welkom is om een biertje te drinken bij Café Beatrix voor aanvang van de wedstrijd. Helemaal correct, ja. Maar wat dat betreft, jammer dat het zo moet, maar we zien wel dat er een verbetering zit, hè, op ja, dat gelukkig vlak, wel. De samenwerking met de diverse supporters. Steeds meer clubs gaat het steeds beter, zeg maar. Want jij weet het nog, denk ik, van afgelopen jaar, Wilbert. Er zijn er meerdere ploegen geweest die gewoon lekker van tevoren zelfs NAC Heerenveen nog, waarbij voor NAC zeker toch heel veel op het spel stond. Met die, voor die handhaving en zo. Ja. En Heerenveen kon nog Europees moesten ze volgaan. Dus, maar die mensen waren ook gewoon een biertje aan het drinken. En, dus ook bij wedstrijden waar echt iets op het spel staat, waar het om gaat, dat kan daar gewoon. Ja, ik vind dat zo moet het eigenlijk ook kunnen. Ze moet eigenlijk en natuurlijk ook dingen. NAC Feyenoord een keer op een zaterdagavond. Was ook een verademing. Ja. Normaal altijd zondagmiddag zonder bier. Zeker de uitslag. En de uitslag hielp ook mee. Maar ja, nou toch met een pilsje erbij en op zaterdagavond. Het was een verademing. Ja, denk het ook. Ik denk dat dat ook misschien wel bijgedragen heeft aan het feit. Dat zijn die mooie Fox documentaires altijd heel erg mooi om dat te zien. Dat het avondje NAC dan toch net iets extra's met zich meebrengt. Ja, hè? Zeker weten. Dus, alsof de supporters net wat uitgelatener zijn. Ja. Overigens, NAC Heerenveen, je refereert er net aan, is voor mij altijd de wedstrijd van de afstandsschoten. Wat een pegel van Fernandes. Ja, die was wel heel mooi. En dat afstandsschot van tevreden. Ja. Hè? Dat, nee, dat zijn een mooie wedstrijd. Maar laten we even teruggaan naar, naar het item zelf. Maar goed, de Andro Knel-bokaal ging dus verloren. Die ging verloren, die ging naar Sparta. NAC het eerste helft beter. Maar helaas geen doelpunt kunnen maken. Tweede helft andersom het spelbeeld. En Sparta weet het verschil wel in een doelpunt uit te drukken. NAC krijgt nog een enorme kans, namelijk een penalty. Die misten ze jammerlijk. Oh. En dan zo ging de beker naar Rotterdam. Niet, nee, dat verdient eigenlijk ook niet. Moet gewoon eerlijk zijn. Moet je gewoon ook hard over durven oordelen. Ja. Ook over jezelf. Dus heel simpel. Wordt er al gezaagd aan de stoelpoot van de coach? Aan de stoelpoot van de coach. Ja, her en der een wit zakdoekje. Maar dat was meer om de voorhoofd te deppen, denk ik. Oh, toch van wel. De hitte. Was het een klein beetje warm. Het was een beetje warm, ja. Maar ja, dan de andere knelbokaal hebben we dan achter de rug. Dat is trouwens heel fijn dat bij Rood-Wit Sint-Willebrocht ze daar ook de gelegenheid toe gaven om die wedstrijd gewoon lekker te spelen. En de kleedkamers beschikbaar te stellen en dat soort dingen. Dus ook nog even een compliment richting hun. Ja. Maar ja, daarna natuurlijk eigenlijk de wedstrijd waar iedereen de op zit te wedstrijd, wachten. Hè? De eerste wedstrijd voor NAC waar ze een klein beetje tegenstand hebben. En dan moeten we helaas constateren. We zakten door de hoeven, heel simpel gezegd. Ja, een beetje tegenstand. Ik vond het wel goede tegenstand, moet ik eerlijk ook zeggen. Ik zie Sparta wel als een van de kampioenskandidaten op basis van wat ik gezien heb. Ja. Want die gast van Royston Drenthe daar op het middenveld, nou, die loopt er wel als een meneer even paasjes te geven. En iedere corner gevaarlijk, iedere vrije trap gevaarlijk. Dus... Mm-hmm.
Dat is gewoon een stuk beter elftal dan dat het vorig jaar was, volgens mij. Lars Veldwijk, ondanks zijn reputatie, doet het ook goed bij Sparta. Ja, klopt. Maar dan neemt niet weg dat ik NAC wel heel erg bleekjes voor de dag vond komen zelf. Mm-hmm. Ja. Heb je daar veel kansen gecreëerd door NAC? Nee, nou, de eerste helft kunnen we dus eigenlijk schriftelijk afdoen. Er gebeurde gewoon helemaal niks. Ik zag op een gegeven moment... Drie meeuwen met een dikke buizer ruzie maken. Dat was nog het spannendste van de wedstrijd. Dat was het hoogtepunt. Vanuit NAC gezien dan, zeg maar. Sparta was wel redelijk aan het voetballen. Dus jullie hielden feitelijk het glas bier voor je. En dan wachtte je net zo lang totdat de kraag gezakt was. Dat was het meest interessante. Ja, precies. Ja, inderdaad. Daar leek het wel op. Ja, je miste gewoon creativiteit op middenveld volgens mij. Want ik had wel drie hele verdedigend ingestelde middenvelders. Mm-hmm. Achterin ook allemaal net niet scherp genoeg. Want die gast van Sparta kon met een 0-1 ook helemaal vogeltje vrij. Uithalen vanaf de rand 16 zo'n beetje. Dat was zeg maar een getelefoneerd doelpunt. Bijna. Strak in de winkel haken. Keeper kon er niks aan doen. En dus achterin niet scherp genoeg en aanvallend dwong je gewoon weinig tot niks af. Hey, die creativiteit die moet komen van Ilić en Fernandes. Maar die deed je niet mee. Nee, die deed je niet mee. Ik hoor dat bij Ilić nog steeds zijn papierwerk niet op orde is. Ik vind het allemaal wel lang duren trouwens. Dat vind ik ook. Een beetje raar, hè? Ja, wat staat er eigenlijk voor wat voor tijd? Ik zou het begot niet weten. Maar ja, het is natuurlijk het feit dat hij gewoon een Europees ingezeten is. Dus hij komt ook niet van buitenaf. Dus je zou ook verwachten dat dat wat sneller zou moeten gaan. Ja. Maar ja, misschien omdat de constructie via Manchester loopt, dat dat wat langer duurt. Ik kan me niet herinneren dat bijvoorbeeld bij een Sadiq of bij jongens die van afgelopen jaar van City precies afkomstig zijn, dat het dan ook zo lang geduurd heeft. Nee. En er zijn al mensen van City die nu al zijn aangehaakt en ook officieel gepresenteerd en zo. Mm-hmm. Net als die Amerikaan. Nou, die komt toch zeker van buiten de Europese Unie. Ja. Dus dat begrijp ik dan ook weer niet. Ja, maar ja, misschien hebben ze toch nog wel proberen maar een beetje tegen te houden. Gaan die jongens het verschil maken, of niet? Ja, dat denk ik wel. Mag ik toch wel lopen. Die heeft al bij Rode Ster Belgrado in het eerste meegespeeld. Dat is natuurlijk geen frikandellenclub. Nee. Dat is gewoon een goede elftal. Ja, en die brengt misschien wel meer ervaring mee nog dan... Hij is pas 19, jaar, hè? Ja, hij is pas 19, maar hij is al ervarener dan onze Spaanse vriend vorig jaar was op middenveld. Mm-hmm. Dus ik denk wel dat, daar verwacht ik wel iets van, zeker. Ja. Ja. Als je dan even pakt de basiself die daar stond. Ze begonnen met Sporksleden en met Carolina achterin. Ja. Hoe beviel jij die? Ja, Sporksleden wel redelijk degelijk. Maar Carolina, een beetje die moet nog wel wat leren. Want, het is ook een hele beschaafde jongen. Want ik zie na afloop van de wedstrijd zie ik dan het interview van NAC TV op de site van NAC verschijnen. En dan denk ik, hij heeft eigenlijk niet zo heel veel te vertellen. En hij zegt wel van, ik moet wennen en dit en zo en zo. Maar hij moet die beschaafde mentaliteit dan toch ook niet te veel het veld mee innemen. Nee, want, dat is wel, bij die 0-2 vond ik hem toch wel heel erg makkelijk zich de kaas van het brood laten eten. Stond hij linksback of niet? Hij stond linksback. Maar dat was wel zijn man. Hij had het duel mee allemaal te gaan. En die Eric Palmer Brown, die moet ook linksback worden, als het goed is, of niet? Ja, of ik dacht op midden of linker verdedigende verdedigende centrale verdediger die ook op linksback kan spelen volgens mij. Ik moet zeggen, toen er gewisseld weg en er kwamen een aantal jonkies in. Toen ging het wel wat beter bij NAC, vond ik. Er kwam een beetje gretigheid in en het werd allemaal wat fanatieker. En gasten die wilden. Met name ook Sidney van Hooydonk. Die geeft wel gas, zo'n gozer. Ja. Ik zie dat graag. En toen gebeurde er ook wat. En tevreden kon toen ook 1-2 binnen tikken. En toen dacht ik, misschien gaan we nog voor een gelijkmakertje. Mm-hmm. Ja, het was ijdele hoop, maar het zag er wel even naar uit. En het werd leuker toen die jonkies erin kwamen bij NAC. En onder het lat stond Niemczyk? Ja. Niemczyk? Ja, die was aan geen enkele van de goals schuldig, hoor. Dus daar kon hij niks aan doen. Maar ja, goed uitgespeelde kansen. Ja, hij was niet even aan het stukken door of zo? Hij was niet aan het stukken door. Nee. Of verbangswerkzaamheden of asperges steken. Laat ik alle flauwe clichés maar even erop loslaten. Ja. Nee. Nee. Nou ja, hij kon er niks aan doen. Kan ik niks negatiefs over zeggen. Dat wil ik ook niet. Dus, maar goed, wat wil dat zeggen dat we die wedstrijd verliezen met 1-3? Zegt dat iets? Of? Ja, je bent nog niet compleet. Ik heb de indruk dat Sparta wel ver compleet was. Maar het geeft wel een beetje te denken. Want wat als die creatieve gasten allemaal een beetje tegelijk geblesseerd zijn of geschorst? Mm-hmm. Hè, best wel een probleempje, denk ik, komend seizoen ook. Want als je bijvoorbeeld kijkt, die Fernandes die is dan aangesteld om als het ware de positie van Manu Garcia over te gaan nemen. Ja, een beetje nummer 10 te gaan spelen. Ja. Ik weet niet. Ik denk dat hij het voetballend moet kunnen. Alleen hij heeft inhoud voor een uur. En dan is het bij die gast gewoon op. Ja. En dat zal
nou aan het begin van het komend seizoen niet heel veel beter zijn dan aan het eind van vorig seizoen? Ik weet niet, want als ik bijvoorbeeld, ik weet niet, de eerste training ben erbij aanwezig geweest, werden ze gelijk afgemat die mannen, 3,5 uur lang bijna. Dan zie je ook, je hebt het net over Sidney van Hooijdonk, die aan het einde van de training echt naar het gras toe gaat. Ja. En ik hoor Van der Gaag dan zeggen tegen hem van, kijk Van Hooijdonk, op deze kans heb je gewacht. En dan even een steekje onder water van, als je prof wil zijn en mee wil doen, zul je conditioneel ook een heel stuk moeten verbeteren. Ja. Ik denk dat dat wel een groot punt is wat je met Van der Gaag binnengehaald hebt natuurlijk. Hè. Ja, dat is denk van ik wel. Begin af aan is hij zijn volle bak aan het trainen. En daardoor misschien ook een stukje vermoeidheid bij de wedstrijd tegen Sparta. Dat hoorde, hoorde ik links en rechts wel zeker in de interviews komen. Ja. Maar ja, als je dan zegt van de eerste helft had zomaar afgedaan kunnen worden op papier. Ja, dan het was geen fluit aan om het zo maar te zeggen. Ja, de creativiteit ontbrak. Ja, ja, inderdaad. En scherpte een beetje achterin. Ja. Dus ja, en dan wordt het lastig. Ja. Ook tegen een eerste visionist. Heel simpel. Ja, mm-hmm. Dan krijg je het ook gewoon moeilijk tegen. Hè. Dat denk ik ook. Ja, ik denk ten opzichte van vorig jaar met een Ambrose, Manu Garcia en dergelijke die je dit jaar niet meer hebt. Dat lever je aardig wat in. Een Sadiq die toch op een bepaalde manier een bepaalde druk met zich meebracht bij de tegenstander. Door zijn onhandige slange mensacties. Alleen die gasten moesten ook wennen. En je zag wel aan het eind van het seizoen dat het allemaal een beetje beter ging dan aan het begin van het seizoen. In het begin was het nog veel wisselvalliger eigenlijk. Ja. En richting het einde ging het er een beetje uit, die wisselvalligheid, vond ik. Dus ze leerden wel. En dat kun je ook wel zien, vond ik. Ja, ik verwacht wel weer zoiets ook met de komende jongens. Alleen ik verwacht van Luka Ilić bijvoorbeeld dat hij toch meer ervaren is. Ja. Dat hij vanaf meter van meer kan brengen. Ondanks zijn leeftijd. Ondanks zijn leeftijd. Maar wel, rode ster Belgrado in het eerste. Dus ja, dan heb je wel een goede jeugd. Ja, dat klopt. Ja, niet alleen een jeugd, maar ook ja, op het hoogste niveau dan meegedraaid. Dus ja. Ja. Nee, dan brengt al meer mee dan Manu Garcia rond zijn leeftijd. Ja, want op de as willen ze feitelijk nog een aantal spelers. Hè? Ze willen nog een spits erbij, een aanval middenvelder en één of twee keepers. Het ligt eraan wat Brigitti doet natuurlijk. Ja. Ik vond trouwens tevreden wel voldoende hoor, voorin. Als aanspeelpunt en was voor goed aanspeelbaar. Maar dat is maar één. Komt erin. Maar dat is maar één. Ja, je hebt verder helemaal niets. Hè? Nee, dat klopt. Je bent heel van afhankelijk. Ja, maar ja, aan de andere kant, wat ik denk, hè, als je zo kijkt met alleen Castanier voorin en je hebt dan Korte Rosheuvel aan de rechterzijde en je hebt een aantal spitsen, zou je bijna denken van, we zijn, als er niks bij komt, genoodzaakt om gewoon 4-4-2 te gaan spelen. Want dan, ik denk niet dat je de mogelijkheden hebt om... Ja, dat roept wel ja. Ja, dat roept wel ja, eigenlijk. Ja, klopt. Dus, ja, maar ja, zou kunnen. Niks nieuws onder. Van der Gaag lijkt me niet iemand die daar nou voor zwichtte. Die stelt gewoon zijn vaste elf op en die doet... geen concessies, denk ik, aan een speltype. Nee, denk ik niet. Dat is grappig. Ja. Ik schat hem eigenlijk best wel pragmatisch in. Dat hij kijkt naar wat voor materiaal hij heeft en dat hij het daar gewoon mee doet. Waar hij denkt dat het beste erbij past. Dat het maar ik heb het nu puur over het speltype. Hè. Als hij gewoon naar zijn materiaal kijkt en zegt van jongens, in deze wedstrijd, mede gezien tegenstander, is het onlogisch om 4-3-3 te spelen, dan gaat hij gewoon 4-4-2 spelen. Ja, dat denk ik dus ook. Ja. Ja. En dat hij dan minder rechtlijnig is dan Vreven. Ja, ik denk dat hij een paar keer moet verliezen eerst. Ja, ik hoop toch niet in het begin. Dan moeten we toch echt de punten gaan halen. AZ kunnen nog voorzien programma, dat kan. Maar daarna moet je twee keer winnen. Twee keer winnen, dan krijg je Feyenoord natuurlijk uit. Ja, die winnen we altijd. En daarna, daarna heb je weer Fortuna. Nog een ander. Ik denk dat je in de eerste zes potten, dat je gewoon drie keer moet winnen. Om een beetje gelijk mee te kunnen doen. Ja, zeker weten. Maar ja, ik denk dat staat er ook leuk voor. Zoals we er nu voor staan, even afhankelijk van het trainingskamp dat natuurlijk op dit moment in Manchester gehouden wordt. En wat er eventueel nog een aanwas bij komt, zie ik het nog niet zo 1, 2, 3 minuten zeggen. Wordt het een seizoen waar we rustig achterover kunnen leunen? Nee, dat denk ik niet. Maar dat is bij NAC zelden. Nee, dat is nooit. Dat is hoogst zelden. Ja, sporadische keer. Op zijn NAC. Ja, inderdaad. Maar ja, ik verwacht wel in de komende voorbereiding, ik verwacht wel een verbetering te zien. Als die gasten van Manchester er helemaal zijn en wie weet wat ze zaterdag doen. Mm-hmm. Kijk, dat je een keer verliest en onderuit gaat tegen zo'n profclub, dat kan gebeuren. Maar als het nou de komende wedstrijd maar beter gaat, dat vind ik al belangrijk. Ja, nee, maar van verliespotten, daar leer je over. Ja, als het goed is wel. Dan, ja, ook wel, ja. Kijk, als je in de voorbereiding allemaal tegen amateurclubjes blijft spelen, zoals we dat vorig jaar met Vreven gedaan hebben. Niet ten nadele van Vreven, want die kreeg het programma ook maar opgedrongen natuurlijk. En je blijft dan winnen en je komt in de eerste competitiewedstrijd, krijg je gewoon met 4-1 op de donder bij Vitesse. Dan hebben we weer zo'n tegenstander hoor in de eerste competitie met AZ. Ja. Maar ja, het is niet anders. Zo is het. Hopelijk hebben we ervan geleerd. Dat denk ik ook, Ik ook. Hebben we nog muziekje, Sander? Nou, ik wil eerst nog even iets anders. Weet je. We hebben natuurlijk het WK hebben achter de rug gehad. Ja. Laten we daar een klein stukje van meepakken. Finale, wat vond je ervan?
Ik heb hem niet gezien. Jij hebt hem niet gezien? Nee. Ja, ik heb hem wel gezien. Ja, jammer dat Frankrijk won. Ik had liever Kroatië gehad. Ja, dat had ik ook. Ja. Ja, ik moet zeggen, voor mijn pool was het goed, want ik had ze toevallig als wereldkampioen in de weg gezet. Ik had eigenlijk gehoopt op ander voetbal van zo'n sterrenteam. Het is wel reactievoetbal, hè? Ja, heel afwachtend. Veel. Ja, dat klopt inderdaad. Dat vond ik in al die wedstrijden eigenlijk al van Frankrijk. Ja. Maar waarom ik dat kleine bruggetje even maakte? Want we hadden natuurlijk een aantal jaren geleden hadden we ook natuurlijk een leuk kampioenschap waar één speler, volgens mij kwam die een beetje uit Ierland, regelmatig wel aangemoedigd werd daar op de tribune. En daar heb ik toen nog iets leuks van gemaakt. Dus laten we die maar in de herhaling gooien. Dat is goed. One thing's on fire. The best is terrifying. One thing's on fire. The best is terrifying. One thing's on fire.